Ja, wat we gaan doen is dat we mensen gaan vragen om een klein stukje van de tuin, 1 vierkante meter is genoeg, apart te zetten en met rust te laten. Dat wil zeggen, geen onkruidwieden, blaadjes en takjes die daar vallen, gewoon lekker laten liggen. Als het droog is straks in de zomer en niet allemaal water gaan zitten geven. Als daar een mol boven komt, is dat ook oké. En we doen dat samen met NRC Handelsblad. En vervolgens gaan we kijken van wat gaat er dan gebeuren. Daar gaan we verslag van doen in de krant. Ja, het doel van het project is om allereerst te bekijken waarom zijn de tuinen vaak zo netjes aangeharkt in Nederland. Hè? Dus waarom gaan we op die manier met de tuin om? Kan dat ook anders? Hè? Want als een netjes aangeharkte tuin heeft weinig nestgelegenheden, het is minder voedsel in de tuin. En dus waarom niet wat meer ruimte geven voor de natuur? Hè? Want de natuur is ook om ons heen, wij zijn ook onderdeel van de natuur. Dat allereerst. En daarnaast is het een leuke manier om mensen te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Hè, want ze gaan zelf gegevens verzamelen en delen met de onderzoekers. En we gaan het samen in beeld brengen. En daarnaast gaan we ook wetenschappers hierbij betrekken. En gaan we aan hen vragen van hoe doen jullie hier onderzoek naar? En wat voor inzichten heeft dat opgeleverd? De manier om het plantleven in beeld te brengen doen we met een fotoherkenningsapp. Er zijn apps die je helpen om een plant te herkennen. Dus je maakt een fotootje en dan suggereert de app van dat zou wel eens een madeliefje kunnen zijn. Hè? Dus, en dat deel je dan met de onderzoekers. En samen hebben we dan een beeld van wat gaat er gebeuren als we dan zo'n stukje tuin 4 seizoenen lang met rust laten.